Hartelijk welkom. Dit is het RTVA Nieuws weekoverzicht van vrijdag 8 december. Deze week zette de lokale fractie van de SP een filmpje online van een Syrisch gezin dat maar moeilijk aan een aangepaste woning kan komen. Het leidde tot veel verontwaardiging bij het college. Een Syrische familie met zwaar invalide vader heeft volgens de SP verschillende keren bij de gemeente aangeklopt voor een aangepaste woning en zorghulp, steeds zonder resultaat. Ze brachten eerder deze week een filmpje over het gezin uit, waar BMW met misnoegen op reageerde. Maar de SP laat zich de mond niet snoeren. De kern van het probleem is dat er een oudere meneer, een vader van 4 kinderen, zwaar gehandicapt is. En hij woont in een niet aangepaste woning met 3 van zijn kinderen. En zijn oudste zoon die is het huis uitgegaan, want het huisje is te klein voor het hele gezin. Vader heeft echt een aangepaste woning nodig, want in deze woning zitten heel veel drempels. Er is een trap naar boven waar het slaapgedeelte is, er is geen traplift. En er zijn gewoon heel veel problemen en die moeten worden opgelost. Kijk, omdat het statushouders zijn, hebben ze begeleiding van vluchtelingenwerk. En bij dit soort complexe situaties kunnen zij als professionals ook het sociaal team inschakelen. En dat is dus gebeurd geruime tijd geleden. Dus dat was de eerste keer dat het sociale team werd ingeschakeld. En die constateerde destijds dat het gezin 24 uur per dag hulp nodig heeft. Alleen constateerden ze ook dat er niemand was die ze dat kon bieden. Nou, dat is ook wel apart, want die meneer die kwam dus bij het loket. En kennelijk zat daar ook iemand van vluchtelingenwerk bij. En hij zegt van, ja, heb ik geen medische urgentie nodig voor mijn vader? Want hij heeft aanpassingen nodig, hij is invalide. En het enige antwoord dat hij kreeg is, er zijn geen urgenties voor mensen die vluchteling zijn. Die zijn er alleen voor mensen die hier geboren zijn. Kijk, welke Amstelveener moet per week 40 uur aan zijn inburgering besteden? En dat moeten mensen die statushouders zijn ook. En er wordt ook van ze verwacht dat ze gaan werken, wat is ook heel belangrijk. Zo snel mogelijk weg uit de uitkering. Wat ik begrijp, heel veel statushouders willen ook heel graag werken. Maar in dit geval moest er daar bovenop nog mantelzorg worden verleend, omdat er geen wijkverpleging was en er kwam geen enkele hulp. Nou, dit gezin was zwaar overbelast en vooral de oudste zoon. Toen hebben we de gemeente om een reactie gevraagd en toen kwam er een brief waarin stond dat ze eigenlijk heel boos zijn dat jullie dat filmpje in de publiciteit hebben gebracht. En dat de mensen maar naar de ombudsman moesten gaan. Nou, dan voor één keer wil ik u een tegenvraag stellen. Wat vindt u nou van deze reactie van de gemeente? Tja, en dan de haringtest van het AD. De viskraam bij de Kalvislaan kwam er dit jaar niet zo goed vanaf. En vooral de begeleidende tekst heeft bij de uitbaters van de kraam voor kwaad bloed gezorgd. Van Altena Seafood, bekend bij menig Amstelvenen, gaat het Algemeen Dagblad aanklagen voor smaad en laster. Maar waarom eigenlijk? Wij doen aangifte tegen het AD omdat de quote die erin stond voor ons zodanig kwetsend is dat het teruggenomen moet worden en excuus aan moet worden geboden. Want wat stond er precies? Er stond in dat onze vader zich zou omdraaien in het graf met de haring die wij zeg maar nu verkopen. En dat is dusdanig erg vinden wij, dat kan je niet schrijven in een test. En hebben jullie al contact gehad met AD voor deze aangifte? Mijn zus heeft meerdere malen met meneer Paul Hoefjes contact gehad per mail. Waar hij haar eigenlijk een beetje probeerde af te wimpelen met woorden van het is goed zo en wij mogen schrijven wat we willen. Ja, echt ongepast. Wat willen jullie uiteindelijk bereiken met deze aangifte? Excuus zou netjes op zijn plaats zijn. Voor de rest gewoon dat het gewoon alles gewoon weer netjes en leuk verder gaat, maar zonder test. Ondanks de slechte recensie is Van Altena niet bang dat zijn vaste klanten bij hem weg zullen lopen. Natuurlijk vaste klanten die zeggen van ja, wij geloven daar niet in wat zij schrijven of wat zij doen. Het is een Rotterdamse krant. Bart, we kennen jou, we kennen je van je vader, we weten hoe je met je spullen omgaat, we weten hoe je werkt. Ja, een beetje onzin wat er allemaal wordt geschreven. Dus je blijft gewoon onverminderd doorgaan op deze manier? Wij gaan gewoon onverminderd door. Het doet wel zeer natuurlijk als iemand zoiets over je schrijft. Maar ja, je hebt natuurlijk wel een zaak en je moet er wel het beste uit halen. En wat verwacht je dat er uiteindelijk uitkomt? Wat ik verwacht? Ja, moeilijk te zeggen. Ik verwacht weinig. Eigenlijk. Excuus alleen en dat is voor mij voldoende.
En dan naar Airbnb. In Amstelveen zijn er nog steeds geen regels voor dit fenomeen. Maar die regels moeten er wel snel komen, zeggen veel partijen, waaronder D66. De regelgeving voor Airbnb-achtige verhuur van woningen voor maximaal 30 dagen laat nu al 2 jaar op zich wachten. D66 wil dat die er nu snel komt, zodat er gehandhaafd kan worden. Ja, nou, het klopt dat wij al een paar jaar geleden hebben gevraagd om beleid voor vakantieverhuur. Verhuur van woningen in zijn algemeenheid. Daar ligt nu een voorstel, daar zijn we blij mee. Tegelijkertijd vinden we dat het nog wel wat uitwerking behoeft. En daar willen we nu wat voortgang mee maken. Ja, want het duurt al 2 jaar, hè, geloof ik. Ja, klopt. We zien de ontwikkeling natuurlijk al langere tijd van Airbnb en de verhuur van woningen. Dus 2 jaar geleden hebben we daar schriftelijke vragen over gesteld. Destijds samen met de VVD en het CDA, die ook zorgen hadden. Wat D66 betreft willen we Airbnb graag toestaan. Formeel mag dat op dit moment niet in de gemeente. Je mag je woning niet verhuren aan vakantiegangers. Hoe zit het op dit moment met Airbnb in Amstelveen? Want het gebeurt natuurlijk toch wel. Ja, dat klopt. Het gebeurt al jaren. En waar onze zorg nou zit, is omdat het formeel niet mag dat mensen opeens een handhaver voor hun deur hebben of een bestuurlijke boete krijgen opgelegd. En ja, dat is natuurlijk het laatste wat wij willen als het gaat om gewone gezinnen die af en toe een paar keer per jaar hun huis verhuren. Wat we wel willen, is juist die mensen aanpakken die het als commerciële activiteit nu uitbuiten en het hele jaar door verhuren. Dus wat ons betreft moeten we echt haast maken met dat beleid en het uitwerkingskader daarvan. Ja, de handhaving, daar wou ik net naar vragen. Hoe handhaaf je die 30 dagen bijvoorbeeld? Nou, wat ons betreft, en dat staat ook al in het huidige voorstel, komt er in ieder geval een meldplicht op het moment dat je je woning verhuurt. Op die manier kan je in de gaten houden hoeveel tijd mensen hun woning verhuren. Ben je dan ook niet wat betreft de handhaving afhankelijk van buren die elkaar verklikken bijvoorbeeld? Ja, het gebeurt nu al. De gemeente krijgt natuurlijk nu al meldingen. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we niet bij iedereen gaan aanbellen om te kijken hoe het gaat. Maar natuurlijk ook gewoon blijven acteren op overlast. Zoals een gemeente eigenlijk gebruikelijk is te doen. Het moment dat er zich overlast voordoet, ga je altijd kijken wat is er aan de hand. En als we eenmaal beleid hebben en regels op dit vlak, kan je er ook iets aan doen en kan je ook handhaven. En dan gaan we naar onze buurgemeente Uithoorn. Kunstenares Femke Kemkes woont daar in een weiland dat alleen per bootje bereikbaar is. Ook staat er een schuur dat al 30 jaar wordt gedoogd, maar die nu moet worden afgebroken. Femke Kemkes heeft een schuurtje dat de gemeente Uithoorn liever tegen de vlakte ziet gaan. Dit komt omdat het niet met het bestemmingsplan overeenkomt. Wat is je probleem? Hoi, nou ja, het probleem. Eigenlijk is dit schuurtje een probleem. En we zijn hier op een plek in een open veenweidegebied. Heel erg mooi terrein. Ik ben eigenaar van dit stukje grond. En hier stond een schuurtje. Al heel erg lang, al voordat ik hier eigenaar was en voor de vorige eigenaar. En door een calamiteit, doordat er een hele hoge boom is opgevallen, was het schuurtje volledig vernield. Tot en met fundering aan toe en hebben we herbouwd. Dit schuurtje heeft dus ook nooit op het bestemmingsplan gestaan. En toen we dus herbouw gingen plegen na de calamiteit van de boom die erop gevallen was, wat nogal een heftige, was best heftig allemaal. En toen zei de gemeente, ja, maar het had er nooit mogen staan. En het mag er nu dus ook niet staan. En ze hebben in al die tijd ook nooit, weet je wel, in die 30 jaar nooit vermeld van, of nooit geschreven van, hey, jullie hebben een illegale schuur. Weet je, we wisten het niet eens. U bent vast wel bekend met het schuurtje wat moet worden weggehaald van mevrouw Kemkes. Dat klopt. En waarom moet het schuurtje weggehaald worden? Omdat het op die plek niet is toegestaan om een schuurtje te hebben. Het is een landelijk gebied en in dat gebied is volgens het bestemmingsplan toegestaan dat je 1 bijgebouw mag. En mevrouw Kemkes heeft meerdere bijgebouwen op haar plaats staan. En van tevoren is aangegeven dat het niet mocht en ze heeft hem toch neergezet. Ja, en dan wordt er gehandhaafd. En waarom staat er eigenlijk zoveel druk achter? Want niemand heeft er toch uiteindelijk last van? Nee, maar het gaat niet of iemand er last van heeft. Het gaat erover dat het een gebied is, een natuurgebied, waarin je dus bepaalde waarden zeg maar wil vasthouden. Wat er last van heeft, is dat het natuurgebied volgebouwd wordt. En dat is de bedoeling niet. Welke acties heb je eigenlijk tot nu toe ondernomen? Veel. We zijn er al lang mee bezig, hoor. Maar eigenlijk alleen met juristen hebben we gesprekken gehad bij de gemeente. En dat vind ik eigenlijk wel kwalijk. Ik heb toen het aangekaart werd door de gemeente van, hey, je mag hier niet bouwen.
ben ik naar de gemeente gegaan om gesprek te hebben over het bestemmingsplan. Van hey, wat is er aan de hand en waarom mag ik niet de schuur die er al heel lang staat herbouwen? En dat is eigenlijk het enige gesprek wat ik met een ambtenaar heb gehad. En die zei van ja, het staat niet op het bestemmingsplan, dus wij mogen daar niet aan meewerken, punt. En er zijn geen mogelijkheden en we hebben alles onderzocht en het kan niet en het mag niet. Dus er is gewoon geen ruimte voor oplossingen. Hè? Ze blijven bij hun standpunt. En waar het om gaat is van ten eerste, er stond inderdaad in het verleden een schuurtje. Dat wil niet zeggen dat het daarmee mag. Maar wat ze teruggebouwd heeft was veel groter dan wat er stond, sowieso. En totaal anders. Dus het is twee keer zo groot dan is toegestaan. En ze mag daar niet volgens het bestemmingsplan niet bouwen, want ze heeft al meer dan is toegestaan. Maar is er niet toevallig een uitzondering mogelijk bij mevrouw Kemkes? Op het moment dat er wordt gehandhaafd, wordt er altijd gekeken of iets gelegaliseerd kan worden. Dat is niet het geval, dus moet het weg. In de wijk Bankras Kostverloren zijn bewoners en professionals al geruime tijd bezig om gezondheidsverschillen te verminderen. Dat doen ze bijvoorbeeld met het project Sociaal Koken. Onlangs is op kindercampus King het project Sociaal Koken gestart. Wethouder Jeroen Brandes en kinderburgemeester Farfara Denisnova kwamen ook een hapje mee eten. Kunt u uitleggen waar het project Gids voor staat? Ik zal de afkorting maar even achterwege, maar het staat vooral voor gezond koken en gezond eten. En dat is ook iets wat we hier hebben proberen te doen met alle gerechten die gezond zijn. Dus met veel groenten, niet te veel vlees, eigenlijk vrij van suiker. En dat ook met elkaar te verbinden en gerechten uit te wisselen met elkaar. En wat vindt u er dus van dat dit soort projecten georganiseerd worden? Ja, we zijn eigenlijk al een hele tijd bezig. Hè. Heel officieel komt het uit de Gidsgilde, gezond in de stad. We willen kinderen bewust maken van hoe belangrijk voeding is. Hoe belangrijk gezonde voeding is. Maar wat veel belangrijker is, dat zit er eigenlijk achter. Gezond is ook, ben je gezond in je geest, voel je je prettig. Eten en sporten, dat zijn vaak echt de middelen om kennis te maken met elkaar. Ja, dus dat is heel mooi als dat op school gebeurt. Dat kan wat mij betreft niet vroeg genoeg beginnen. Dus op de lagere scholen, maar zelfs bij wijze van spreken op de peuterschool. Wat vind je ervan dat de moeders hier aan het koken zijn? Ik vind het heel erg leuk dat ze allemaal samen doen en dat ze meer in contact gaan met kinderen en met elkaar. En wat is het lekkerste gerecht dat je vandaag hebt gegeten? Ik denk alles. En zou je dit ook op je eigen school willen? Ja, want dan gaan we ook mee op met koken. Dat vinden heel veel kinderen leuk en dan gaat er meer contact tussen de ouders en dat vind ik wel heel erg belangrijk. Welk gerecht heeft u gemaakt? Ik heb tjagri gemaakt. Ik ben uit Senegal en de tjagri komt uit Senegal. Is gemaakt met yoghurt, melk en vanillesuiker. En die is couscous met rozijnen, kokos en kanel en noisemuskaat. Je moet hem samen mengen. Dan is... Wat vind je ervan dat die moeders hier aan het koken zijn? Ja, eigenlijk best. Het is gewoon leuk, want het is ook heel dat ze bezig zijn met ook andere mensen. En ja, wij vinden het ook heel leuk. En wat vind je het lekkerste gerecht wat je geproefd hebt tot nu toe? Nou, wij waren net van plan om wat te gaan eten, want wij hebben nog niks geproefd vandaag. Maar wel andere dagen mochten we ook wel wat. Dus, en daarvan vond ik de kokosballetjes heel lekker. En weet je waar die vandaan kwamen? Uit de keuken. In navolging van vorig jaar staat ook dit jaar weer een kerstmarkt op het stadshart. Deze keer zelfs met een heuse ijsslider. Oh. Vandaag is de officiële opening van de Winter Village in de stadshart Amstelveen. En wij van RTV Amstelveen gaan even een kijkje maken wat er allemaal te doen is. Yes? 3, 2... Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. Wel. Snelle nap, papa en mama. Wat gaan jullie verder nog meer doen?
Ik denk, ja, iets drinken. We moeten ook nog naar de action. En lekker aan de warme chocolademelk zo. Ja, denk het wel. Gaan jullie hier nog heel lang blijven? Ja. Ja, alleen ik ga vanavond toch naar het concert van Guus Meeuwis. Dat is ook erg leuk. Maar dan komen hier vanavond ook allemaal mensen zingen, hè? Ja. Ja. Je hebt ook echt een ontzettend mooie kersttrui aan. Ik ben hier wel even. Wat zijn jullie aan het doen hier? Wij maken vandaag winterse cocktailtjes. Koud. We hopen alleen dat het zonnetje nog even doorkomt. Ja, maar dat is niet erg winters, hè? Het is echt winters, ja. Het is nu. Ja, het is echt ontzettend koud, maar ik denk dat dat ook wel ervoor zorgt dat jullie extra veel cocktails verkopen. Dat zeker. Nou, zoals te zien is er genoeg leuks te zien en doen bij de Winter Village in Stadshart Amstelveen. Zelfs met een nieuwe glijbaan als toevoeging maakt het nog iets leuker. En zoals elk jaar is het wel het leukste onderdeel van de Amstelveense winter. En tot slot nog even aandacht voor onze speciale uitzending tussen kerst en oud en nieuw. Blikschade, kapotte sloten en slijtage. De boodschappen plusbus in Amstelveen is aan vervanging toe. Daarom zet RTVA zich met het eindejaarscafé Luid Uit in voor de aanschaf van 2 nieuwe bussen. Nou, de boodschappen plusbus die rijden nu al een tijdje en ze worden heel intensief gebruikt. Dus het is wel handig om volgend jaar nieuwe bussen aan te kunnen schaffen, zodat er weer heel veel mensen van dienst kunnen zijn. De levensduur van die auto is kort. En het heeft te maken met het feit dat je veel korte ritjes rijdt in Amstelveen. Er zit een diesel in. Maar voor een diesel is het slecht als je korte stukjes rijdt. Dus daar merk je het al aan. Je krijgt ook mankementen. Er is pas geleden een raam vervangen van een bus. Slot van een bus doet al niet meer. Je krijgt ook helaas soms blikschade. Er zitten veel chauffeurs op die bus. Iedereen heeft zijn eigen rijstijl. De bus wordt veel gebruikt. En dat is maar goed ook. Voor de ouderen is de Boodschappen Plusbus meer dan alleen een boodschapje doen. Je bent niet eenzaam alleen. Je houdt contact met je medebewoners en mensen van je eigen leeftijd. Dat is zeer belangrijk. En als ik, dan zie je het nou zelf wel, er zijn toch bepaalde mensen bij waar ik toch een goed contact mee heb. En een leuk gesprek mee heb. Mensen die niet nog een aftakel zijn of zo, maar nog een nuttig gesprek. Ik was de eerste die meeging. Het is voor mij ontspanning ook dat ik wegga. Ja, het wordt haast te zwaar hoor. Maar ik kan het nog wel. Maar dat koffie drinken, dat is het hoogtepunt. Hè. Dat vinden we leuk allemaal. En ik word uitstekend geholpen. Wat houdt het werk van u als vrijwilliger eigenlijk in? Ja, je moet je eigenlijk instellen op hoe die mensen denken en leven, bewegen. Dus je gaat kijken waar je ze kunt ondersteunen. Dat doe je dan ook. En het kan heel simpel zijn door mensen te helpen de bus in te stappen. En als ze boodschappen doen, de boodschappen uit het karretje halen. Inpakken voor de mensen. En je gaat kijken waar je kunt helpen. Het is onmisbaar. Ja? Ja, dat is gewoon een uitkomst hoor. Dat je dan je boodschappen in de begeleiding van ze. Ze helpen je overal mee. Het is een uitkomst. En het viel mij ook op, u bent de enige man in het gezelschap. Wat vind jij nou eigenlijk? Ben je jaloers? Van 27 tot en met 30 december maakt RTVA dagelijks live radio en televisie vanuit de Annakerk om geld in te zamelen. Meer informatie vind je op rtva.nl. Dit was het RTVA Nieuws weekoverzicht van vrijdag 8 december. Volgende week zijn we er weer en het laatste nieuws vind je vanzelfsprekend op onze Facebookpagina, onze website en via de app. Tot ziens!